Nieuwe Star Stable glitches en geheimen. Nieuwe manier om overal te kunnen dansen. Dansen is zoals jullie allemaal weten gewoon superleuk. En je kan het dus bijna overal doen. Maar helaas is een glitch van dat je overal kan dansen weggegaan. Ik laat jullie zien hoe je dit wel kan doen op een nieuwe methode. Deze is alleen iets moeilijker. Als eerst pak je de trailer naar het welbekende Jarlaheim. Dit is dus alleen voor Star Riders, helaas. Zo, aangekomen in Jarlaheim is er een bushalte. En daarnaast is een bankje. Kijk, hier zo, bij die gekke waterding. Je stapt van je paard af en gaat naar het busbankje. Je gaat aan de kant van de bushalte. Je gaat zitten en dan kan je op de paal klikken. Daar klik je op en dan ga je naar het winkelcentrum. We zijn in de bus en we zijn aangekomen. Nu hoef je niet op te staan, maar je kan gewoon weer eruit gaan. Want dat is dit keer de bedoeling. Je klikt weer op en gaat gewoon terug naar Jarlaheim. Met de bus natuurlijk. Helemaal aangekomen ga je naar een winkeltje. Maakt niet uit welk winkeltje, ik ga best naar het dichtstbijzijnde winkeltje. Klik op het winkeltje, maar sluit het venster niet. Klik in plaats daarvan weer op het stoeltje om op te staan. En nu kan je lopen. Je doet het winkeltje naar beneden, omdat het anders hinderlijk is. En dan ga je je paard zoeken. Nou, het is altijd een hele zoektocht als je niet je kaart bij je hebt. Zo, je stapt op je paard, want dat is gewoon, ja, dat doe je altijd. En dan ga je naar Moorland toe met de trailer. We gaan niet lopend, het kan wel, maar daar hebben wij geen zin in. Dus wij gaan gewoon met de trailer. We gaan naar Stal Moorland met Jorvikshillingen vandaag. We zijn er en dan ga je naar de dansplaats toe. Ik laat jullie even snel zien waar dat is. Zo, je rent hier langs deze oefenbak van, ik weet niet meer hoe ze heet. En dan ga je hier zo. Dan ga je meteen rechts en dan ben je er. Dit is een dansplekje. Als je nog niet wist dat dit hier was, is ook gewoon leuk om met vriendinnen heen te gaan. Klik op het kampvuur om te dansen en daarna haal je je menu weer tevoorschijn van het winkeltje. Je kan natuurlijk nog steeds dingetjes kopen, maar hey, daar hoeft je deze moeite niet voor te doen. Klik op het kruisje en je staat op. En vervolgens kan je rennen, dus je kan overal heen lopen en... Dan kan je ook op andere plekken dansen. We pakken het paard om naar bijzondere plekjes te gaan. Want hier is het saai, want hier danst iedereen al. En daar hebben we natuurlijk geen zin in. Dus laten we naar Moorland gaan. Yes, we zijn er. Je stapt van je paard af. En daarna vervolgens gaan we lekker dansen. Let's go. Woo! Moet je eens kijken wat een gekke dansmoves. Je kan hier ook beginners mee grappen. En zeggen van kijk hoe goed ik kan dansen. Dan zijn ze natuurlijk allemaal heel verbaasd. Je kan zitten, liggen, alles. Het is gewoon super leuk. Mocht je eruit willen gaan, ga je naar de Total Shop. Dat is hier. En dan klik je gewoon een kruisje. En tada. Je kan het in Steve Buck doen. En ook nog in veel meer plaatsen. Wil je stoppen? Klik op de totaalwinkel en daarna klik je op het kruis van de totaalwinkel. Zoals je ziet blijft de dansplek rechtsonder gewoon staan. En nu kunnen we ook voor Mario dansen. Ik vind het wel een mooie dans! Dankjewel Mario! Mario vindt het leuk. Alle paardjes vinden het eigenlijk wel leuk. Wow, dat is super knap! Dankjewel! Ja, je kan gewoon letterlijk overal dansen. Hoe leuk! Achterstevoren op je paard zitten. Kijk, ik zit achterstevoren op Mario. Ja, dat zit iedereen wel, Emma. Nou, leg nu maar uit hoe je dat eigenlijk doet. Want volgens mij zijn er heel veel benieuwde kinderen. Inderdaad, Mario. Je gaat eerst naar de wasplaats toe. Zo, kom mee, Mario. Ik hou het was schoon zijn. Is goed. Je gaat met het hoofd van je paard bij de tuinplank staan. Let op, het moet wel een groot en breed paard zijn, anders werkt het niet. Ik ben groot en breed. Inderdaad. Je moet de E kunnen zien van de tuinslang en je moet op het zadel kunnen klikken. Klik nu tegelijkertijd met je muis op het zadel met de E van je toetsenbord. En je zit schuin op je paard. Ja, maar dat is nog niet achterstevoren. Dat vind ik helemaal niet grappig. Oh, Mario. Ja, natuurlijk. Was ik bijna vergeten. We zijn hier om achterstevoren op je paard te zitten. Je klikt dat dingetje weg en je stijgt af.
En dan moet je een beetje proberen van welke kant het lukt. Ja, nou, je zit weg schuin! Ja, je moet het een paar keer proberen hoor. Als het na een aantal keer toch niet lukt, moet je weer naar de wasplaats. We proberen het nog eventjes, nog één laatste keer. En nee, het lukt weer niet. We zitten wel bijna in de buurt, maar niet helemaal. Nou, we gaan wel weer gewoon terug naar de wasplaats. Nee, daar wil ik niet heen! Sorry, Mario. Dan probeer je het hier nog een paar keer. Want hier hebben we natuurlijk de glitch gedaan. We zitten helemaal recht. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus je gaat het nog een keer doen. Kijk, het is gelukt! Joehoe, het is gelukt! Ja, we zitten nu achterstevoren op ons paard. Hoe vet! Wow! Kom, we gaan rijden! Goed idee, Mario. Let's go! Dat is mijn zin! Oké. Oh, rustig, Mario. Ja, je moet wel je paard een beetje onder controle kunnen hebben. En dat hij niet zoals Mario supersnel er vandoor rent. Mario! Woehoe! Superleuk! Wee! Mario, rustig aan! Nee, ik wil rennen galopperen. Mario, nee! Ik ga hoppen! Mario, ik val er bijna af! Hop, 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 hop! Ah! Mario, ja, dan ben je toch een stoutje? Oh, wat vet, Mario! Niet lief! Niet oh, sorry, baby. Mario. Helemaal recht op je paard te kunnen zitten zonder het risico dat je elke keer afstijgt en dat je weer schuin gaat zitten. Ga je naar de wasplaats. Oh, weer? Ja. En klik je op de tuinslang, klik je weg en dan kan je gewoon weer in vrede op je paard rijden. Nou, dat vind ik saai. Nou, Mario, dat is ook weer niet nodig. Jawel. Nou, Mario vindt dat dus leuker. Racegeheimpjes. Als je langs de raceroute loopt van de race van 10, dan valt je misschien wel een paar dingetjes op. Want normaal zie je allemaal objecten langs de weg staan. Maar als je hier loopt, zie je helemaal niks. Dit is dan ook gewoon helemaal niks. Het ziet er zo uit, maar het is er niet. Je kan er dan gewoon doorheen lopen. Pas op, deze zandzakken staan er wel. Hier kan je dus niet doorheen lopen. En andere zandzakken natuurlijk wel. En hier staat tijdens de race ook een ton. Die staat er nu niet, dus daar kan je ook gewoon eigenlijk doorheen. Ik laat het je wel even zien. We starten de race en go. En tada, je doet gewoon de race. Maar je kan dus ook gewoon door de paaltjes of langs de paaltjes heen van de vlaggetjes. Kijk, plop, en hij telt hem gewoon. En deze kar zag je niet, daar kan je doorheen. Deze zandzakken kan je doorheen. En je kan gewoon door de paaltjes heen. Maar deze zandzakken stonden er wel. En kijk, bam, daar kan je dus wel tegenaan botsen. Dus die moet je niet doorheen rijden. Kijk, daar staat nu een ton die er net niet stond. Die is dus ook nep. En voilà, we gaan er als een geestje doorheen. Je kan dit vlaggetje ook gewoon skippen door hier tussendoor te gaan. En deze ook. Daar kan je gewoon heel veel punten mee halen. En dan kan je misschien wel eerste worden van de week, maand of zelfs van iedereen. Wat een hele kleine kans is, want helaas bestaan er hackers. De paarden gaan vanzelf op stal. Kijk, we zijn bij de renbaan van de barones. En als je hier goed kijkt, zie je twee paarden staan. En bij de dierenarts nog een derde Appaloosa. Maar stel nou je wil deze paardjes hier niet hebben staan, bijvoorbeeld voor een video, klik je op het telefoontje, ga je naar instellingen, op creatief en zet je de tijd van de dag in de avond. Want 's avonds gaan de paardjes hier weg. Kijk, ze zijn gewoon helemaal weg. Maar ze zijn niet helemaal weg, maar waar staan ze dan wel? Dat laat ik jullie even zien, want dat is ook wel een leuk ding. Dit is trouwens echt een detail van Star Stable. Dit is eigenlijk niet eens zo heel bijzonder, maar het is gewoon echt een leuk feitje die je wel wil weten. En kijk, ze staan in de stal. En de Appaloosa ook. Dus als je wil dat je paard met een ander paardje in stal staat, of met meerdere paarden, ga gewoon een avond zetten en kijk, je hebt alle paardjes hier gewoon staan. En als je ze weer terugzet naar dag, zoals ik hier ga doen, dan zijn ze weer weg. En zijn ze gewoon terug naar waar ze eerst stonden. Dat is echt super grappig. En voilà, ze staan er weer. En de Appaloosa ook. Met schuimend paard lopen?
Ja, ja, je hoort het erg goed. Met een schuimend paard lopen. Je ziet namelijk allemaal bubbeltjes achter mijn halflingertje Cloud aangaan. Hoe doe ik dat eigenlijk? Het is echt super makkelijk en ook nog eens super leuk. Je gaat naar de wasplaats van de renbaan bij de barones. Dat is echt gewoon... Ja, die staat hier gewoon heel leuk. Voor als je het nog niet wist, kan je ook lekker roleplayen. RP dus. Je gaat zo staan dat de kont van je paard tegen de slang aan staat. En vervolgens loop je naar de tuinslang toe. Als je de E hier kan zien van de tuinslang, dan is het goed. Je moet niet de E van het paard zien en het zadeltje. En je klikt op de E en het zadeltje tegelijkertijd. En voilà, je zit op je paard. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, je ziet het menuutje nog rechtsonder staan. Hier kun je lekker op klikken. Dan kan je echt doen wat je wil. Ik laat wel even zien. We gaan eventjes naar de kapper. Omdat het, ja, gewoon dat ziet er leuker uit. Kan ik het even leuk laten zien. Alsof hij in een stal staat. Je hoeft deze kapper niet per se te hebben. Het is gewoon even leuk voor de show. Nou, tada. We staan in het kappertje. En nu klikken we op nummertje 3. Of 4. Of 2. Of 1. En kijk, je paard is aan het schuimen. Echt super grappig. Hoi Margot. Echt, hoe leuk. En je kan ook op meerdere dingetjes klikken. Zoals hierop. Dan zie je, dan ben je aan het sproeien. Kan je doen alsof je paard superkrachten heeft. Dat is echt wel heel vet, toch? Nog meer sproeien. Helemaal niks. En we gaan toch weer over naar de bubbeltjes. Die vind ik het echt leukst. En voilà. Dit is dus ook gewoon een hele makkelijke manier. Dit kan dus ook in je thuisstal. En tada! Je kan ook gewoon weer een hele leuke video maken. Let op, anderen kunnen dit niet zien. Dat is eigenlijk best wel jammer. Maar helaas, we kunnen er niks aan doen. Als het wel had gekund, dan was ik heel blij geweest met deze lifehack. Nu is het ook gewoon leuk. Tada! En je kan ook gewoon hele leuke foto's hiermee maken. En het allerleukste is, als je op kruisje klikt en je stijgt af. En je stijgt weer op. Dan ga je achterstevoren zitten. Wow! Dit heb ik al laten zien, maar dit is eigenlijk gewoon voor de Star Riders. Dus als je een Star Rider bent, dan raad ik deze aan. Deze gaat net iets sneller, maar als je geen Star Rider bent, kan je ook gewoon normaal doen. In de thuisstable. Maar nu is de vraag natuurlijk, hoe ga je weer terug naar normaal? Nou, dat laat ik jullie zien. Je gaat weer naar de tuinslang toe, bij de dierenarts. En je gaat er gewoon heen. Dit keer hoef je niet met de kont te staan, je gaat gewoon hierheen. Je klikt op de tuinslang. Oh, sorry. Je moet eerst afstijgen. En dan klik je op de tuinslang. En je klikt er weer op kruisje. En alles is weer normaal. Het hele menu is weg. En geen bubbelpaard meer. Is sportauto rijden? Oh ja, ja. Je ziet het goed. Ik zit in een echte sportauto van Jorvik. Wow. Hoe moet het eigenlijk? Wow. Nee, maar dit is echt heel cool. Kom, we gaan een stukje rijden. Wee! Door Dundel heen crossen. Wie wil dat nou niet? Dit is echt super vet. Wow. Maar nu is de vraag, hoe doen we dat nou? Nou, we zijn weer bij de renbaan van de barones. En daar zien we de sportauto. Waar we dus mee door Dundel konden crossen. Wow. Nou, hoe doe je dat? Je gaat naar de sportauto toe. Daar staat ook Jorvik op. Want dit is namelijk de sportauto die we zagen in het filmpje. En dan... Ja, en dan... nou, dan gaan we dus eventjes eerst een rondje om de auto lopen. Nee hoor, jongens, schapje. Ik weet helemaal niet hoe dit moet. Als er wel een manier is, laat het dan zeker weten. Want ik ben echt heel benieuwd. Probeer van alles uit, jongens. Of moeten we gewoon weer wachten tot het weer 1 april is? Oh, dat duurt nog zo lang. Shortcut naar observatorium. Moet jij nou naar Mario in het observatorium? Dan heb ik een tip voor je, want je hoeft niet helemaal het poepend om te lopen. Je kan gewoon naar de renbaan en dan zie je hier een gek paadje omhoog. Als je daarheen gaat, zie je een soort klein huisje. En dan zie je eigenlijk een soort van, ja, kabelbaan. Dit is super vet. Je klikt erop en voilà. Je bent gewoon in het observatorium binnen 5 seconden. Of nou ja, misschien moet je even wachten. Maar het is sowieso sneller dan dat hele poepend omlopen. Let op, je moet dit wel vrijgespeeld hebben voordat je dit kan. Hoi Mario, hoe gaat het?
Wow, erg goed. Maar hoe ben je hier zo snel gekomen? Ja, met de kabelbaan van de renbaan. Oh, wat cool. Ja, iedereen doet altijd een uur over om hier te komen. Dat is een goede tip. Dankjewel. Nou, en hoe je gewoon weer terug kan. Je loopt terug en je loopt weer naar het gekke huisje toe. En je bent weer gewoon aangekomen bij de kabelbaan. En zo kan je ook alweer super makkelijk terug binnen een paar seconden. Tadaa! En we zijn weer gewoon bij de renbaan van de barones. Hoe cool! Dit was dan weer de video. Bedankt voor het kijken. En geef een duimpje omhoog en klik op het plaatje hieronder voor nog meer leuke video's.